Radio 4. Avro. Virus met Jan-Willem Roosbeek. Oh, wat is het lekker druk. Goedenavond allemaal. Goedenavond allemaal en van harte welkom bij Virus, het programma over liefde voor muziek, liefde voor klassieke muziek. Vanuit de Rotterdamse Schouwburg in samenwerking met De Doelen. Live te volgen op radio4.nl/virus, natuurlijk via Cultura24 en TV Rijnmond. En wat wordt het vanavond weer een te gekke editie, alweer de voorlaatste van dit seizoen. Ja, dat vinden we allemaal heel erg jammer en dat is het natuurlijk ook. Vanavond een speciale uitzending, vandaag staat alles in het teken van... The Voice. John de Mol, nee, John de Mol is er niet vanavond en die komt ook niet. Alles staat in het teken met het instrument dat we allemaal bezitten, de stem. En wat kan je daar ongelooflijk veel mee? Eefje de Visser, die kennen we natuurlijk wel, singer-songwriter. Die heeft twee van haar nummers bewerkt tot een klassiek stuk. Zo kunnen we het haar wel noemen. We hebben reggae-held uit Rotterdam, Ras Motivated. Die gaat klassiek op de reggae-tour doen. We maken zelfs een uitstapje vanavond naar de metal. Pearl Josephson gaat iemand uit het publiek, een luisteraar van Virus, leren zingen. We hebben talent van het Codarts Conservatorium. En we beginnen vanavond met een klassieke stem. Opera Buffa. Opera Buffa, Astrid Stokman, hoi. Hallo. Ja, jullie doen dit op de operadagen hier in Rotterdam, toch? Ja, absoluut, ja. Ja. En dit vraagt wel wat van je stem, denk ik, hè? Het zingen? Ja. Dat valt best wel mee, vind ik. Oh, echt waar? Want ik heb dit wel eens geprobeerd onder de douche, maar dat klinkt toch echt wel anders. Ja, ik ben er ook al heel lang mee bezig natuurlijk. En het is gewoon een heel natuurlijke manier van zingen voor mij. Oké, ga eens even staan als je wil, want volgens mij werkt dat beter voor de demonstratie die ik je nu ga vragen om te doen. Want ja, ik zei net al, van we bezitten natuurlijk allemaal het instrument, de stem. Maar hoe werkt het eigenlijk? Kun je dat even kort uitleggen? Ik denk, elk stemgebruik begint op dezelfde manier. Met een open lichaam, een goede steun. Oké, een open lichaam. Ja, steunen, een ruim gevoel, een buikademhaling, zoals ze zeggen. Ja, ja. Een goede ademsturing. En dan hier, ja, wat je hier doet in het gezicht en in de plaatsing, dat bepaalt denk ik hoe het klinkt, wat eruit komt. Of je nu pop zingt of klassiek of grunt bijvoorbeeld. Ik denk dat het allemaal hier gebeurt. Dat zou je allemaal kunnen? Nee, dat zeg ik niet. Nee. Absoluut niet. Nee. Oh, ik zou het misschien kunnen, maar niet op een gezonde manier misschien. Dus... Ja. Heb jij je instrument wel eens tot het uiterste gedreven? Ja. Ja, dat gebeurt af en toe. Ik ben onlangs afgestudeerd in België voor klassieke zang. En op het einde van dat recital dacht ik toch wel van, oh, nu is het even genoeg geweest. Ja. Waar hebben we net naar geluisterd? Dat is een stukje uit onze productie die we met Laika en Muziektheater Transparant doen. Het is een bewerking van Don Giovanni, een hele bekende opera van Mozart. Maar we hebben er iets helemaal anders van gemaakt. Je hoort al met de instrumentatie. We werken met synthesizers, met basgitaar, met Hammond-orgel, met viool en... Het is een heel fijne productie, echt een aanrader. Ja, er zit zelfs een culinair tintje aan, heb ik begrepen. Hè? Ja, absoluut. In onze bewerking is Don Giovanni eigenlijk een meesterkok, een sterrenchef, die zich vergrijpt als een vrouwelijk personeel. En het publiek zit in zijn restaurant, wordt bediend, krijgt dus het eten van de hand van Don Giovanni. En ondertussen ontwikkelt de verhaallijn zich eigenlijk rondom het publiek. Spannend hoor. Nou, straks krijgen we ook nog een culinaire tractatie van jullie. Ja, absoluut. Zometeen meer. Thank you.
lights go out and I can't be saved. Tides that I try to swim against have put me down upon my knees. Oh, I beg and plead, singing, come out upon my seas. Shoot an apple of my head. Trouble that can't be named. Tigers are waiting to be tamed, singing, you. First missed opportunities, and I come back upon my seas. Shoot an apple of my head. Trouble that can be named, and tigers are waiting to be tamed. Singing, you. Wauw, wat mooi. Satie en Coldplay, gezongen door Paul Josephson. De virus vuurdoop. Ja, de vuurdoop. Het blijft toch een van mijn favoriete onderdelen van dit programma, want we hebben het allemaal wel eens gedacht, hè, van een muziekinstrument zou zo leuk zijn, maar je hebt geen tijd, weet je wel. Er zijn allerlei verplichtingen, je agenda staat vol. En als het de kat niet is, dan is het je buurman wel, of de hockeyclub. Nou ja, de tijd is schaars. Daar hebben wij wat op gevonden, namelijk de virus vuurdoop. We proberen toch mensen in één uurtje nog iets bij te brengen over een instrument. Vandaag staat het instrument de stem centraal, dus we laten iemand zingen vanavond. We hebben een aanmelding binnen via Facebook, Ruud Scheel. Ruud Scheel, daar zit je. Ruud, sta eens even op, jongen. Waarom wil je zo graag leren zingen? Ik zing heel vaak en ik vind het hartstikke leuk om te doen, maar ik heb het nooit geleerd. Echt geleerd van iemand die er verstand van heeft. En dat lijkt me hartstikke leuk, dus ik ben benieuwd. Nou, we gaan zo meteen eens even een stukje van je horen. Dat wist je natuurlijk dat ging gebeuren. Ja, dat wist ik. Je kan nog terug. Nee, we gaan het wel proberen hoor. En je krijgt vanavond les van niet de minste, namelijk van Paul Josephson zelf. Ja, Paul Josephson, wat heb je net schitterend gezongen, zeg. Dankjewel. Ja, en pop is natuurlijk niet het enige wat je goed kan. Je bent doorgedrongen tot de finale van de allereerste Voice of Holland, hè? Klopt, ja. Niet gewonnen? Nee, helaas. Onterecht? Ja, vind je? Ja, dat weet iedereen. Oh, wat lief van je.
En deze maand je platencontract getekend. Klopt, ja. Ja, je bent goed op de hoogte. Ja, ik heb even gecheckt hoe het allemaal zat met jou. En nou, dus valt heel veel over je te ontdekken. Laten we ook even luisteren naar het volgende, want ook klassiek is voor jou niet onbekend. Ja, maar er is heel veel geld mee te verdienen met die Matthäus-passion. Dat heb ik wel eens begrepen in de uitzending van Virus. Want als je dat goed kan, dan heb je heel veel te doen vaak rond Pasen. Is dat zo? Ja, echt waar. Ja. Als je de Matthäus-passion beheerst, dan kun je echt dat snappenscircuit. Dan heb je zo je nieuwe auto bij elkaar. Oh, geweldig. Ja. Oh, dat wist ik niet hoor. Maar is het je bevallen, dat uitstapje naar klassiek? Ik vond het echt super. Super om dat te ontdekken. Het is een hele andere manier van zingen. Een hele andere kant van mijn stem. Ja, ik ben nog steeds aan het ontdekken. Het is echt totaal anders. Maar ik vind het heel leuk. Vanavond ga je lesgeven en dat is voor jou ook niet onbekend terrein, geloof ik, hè? Nee, niet helemaal. Dat doe ik graag. Dat doe ik echt al 8 jaar en dat doe ik echt met plezier. Ik heb vandaag wel echt een opgave voor je, hoor. Oh jee, ik ben benieuwd. Ja, het is een jongen. Hij denkt dat hij kan zingen. Zijn naam is Ruud. We zullen zien. En dit is hem. Ruud, komt er even bij. Oh, dit is Ruud. Ruud Schil. Nou, we willen natuurlijk duidelijk een voor- en een na-situatie hebben. Ruud. Laat eens even iets van je talent horen en dan ook graag je meest favoriete liedje even. Zullen we hem even aanmoedigen, dames en heren? Ik denk dat het hier nooit is gezongen, maar het is een nacht ik wist die je normaal alleen in films ziet. Het is een nacht die wordt bezongen in het mooiste lied. Ja, dat was natuurlijk een stuk van levende legende Guus Meeuwis. Ja, kun je ons even een indicatie geven van hoe zwaar dit geval is? Gaat hij dat in een uurtje redden? Nou, hoe zwaar? Dat viel me best wel mee. Hij blijft gewoon toonvast, zeg maar. Dus dat klinkt eigenlijk wel aardig. Dus ik ben weer veel te pessimistisch. Wat zeg je? Ik ben weer veel te pessimistisch eigenlijk. Vind ik wel. Sorry, Ruud. maar hij moet een stukje meezingen in de cancan, een solo. Nu gaat de cancan van la na 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 na. Er zit weinig tekst in eigenlijk. Klopt. Nou, misschien gaan we er wel wat verzinnen of we doen het gewoon alleen klanken. Moet even kijken hoe. Ja. Kun je even een korte oefening doen, zodat wij hier ook een beetje een idee hebben van wat Ruud staat te wachten? Een oefening? Ja, echt zo'n duidelijke zo'n stemoefening, wat je hem straks gaat aanleren. Ja, even kijken hoor. Oké. Nou. Sorry, mijn foutje. Dat wordt hem wel hoor. Veel succes. We gaan zo meteen even checken hoe het ervoor staat. I'm sorry. Two words always think after you're gone. Ja, ik wil het eigenlijk niet af. Wat zeg je? Ik wil het eigenlijk niet afzetten. Feist. Mooi, hè? Ja, prachtig. Ja. Wat betekent Feist voor jou, Eefje de Vissen? Feist is wel een voorbeeld voor me. Dat klopt wel, inderdaad, ja. Wat is het hard gegaan met jou de afgelopen jaren, hè? Ja, inderdaad. Ja. Veel mensen zouden je kunnen kennen van De Wereld Draait Door natuurlijk. Ja, ja. En van Eefje de Vissen zelf. wat is nou het absolute hoogtepunt in die afgelopen jaren? Is dat de grote prijs of toch het optreden De Wereld Draait Door? Of dat mooie album dat je gemaakt hebt? Ik denk eigenlijk voor mijzelf was het hoogtepunt eigenlijk een paar tours die we gedaan hebben met de band. Die heel erg leuk waren. En dat is niet echt één moment geweest, maar meer dat we hebben kunnen toeren door heel Nederland. En daar onder andere Paradiso ook grote zaal hebben gespeeld. En Tivoli hebben uitverkocht. Dat zijn wel hoogtepunten, ja. Voor vanavond heb je speciaal 2 van je eigen nummers bewerkt tot klassieke stukken, hè? Mag ik dat zo zeggen? Ja, klassiek. We hebben inderdaad een strijkerskwartet meegevraagd voor vanavond. En dat is wel klassiek eraan, ja. Maar kun je ze even kort voorstellen wie jou gaan begeleiden? Ja, ik weet niet, viool, Sietse. Wat voor viool, weet ik niet precies. Nog een viool, Camilla. En altviool, Rani. En op cello, Jonas. We gaan naar je luisteren. Wat ga je als eerste doen? En mag ik ook zeggen, ik heb ook nog een gitarist bij me. Dat is Jacob van der Water. Uiteraard. Waar gaan we naar luisteren? We gaan nu luisteren naar Alles Doen. Eefje de Visser. Er klapt hier een deur dicht.
in huis met twee ramen open en wind door de straat. Ik maak een kopje koffie, ik maak er twee voor ons. We leven even op. En als ik wil, kan ik alles doen wat ik wil. Kan ik alles doen wat ik wil. Als ik wil, kan ik alles doen wat ik wil. Alles doen wat ik wil. Je bent al beneden. Je stapt al op de fiets. En boven wacht ik zacht. Het einde van de middag is nog niet eens in zicht. En tot die tijd ben ik van niemand. En als ik wil, kan ik alles doen wat ik wil. Kan ik alles doen wat ik wil. Evie de Visser, begeleid door Red Limo Swing Quartet en Jacob van der Water. Nou, dit was deel 1 van het experiment. Hoe is het bevallen tot zover? Ja, goed. Leuk. Ik vind het heel leuk. Ja. Je bent niet vies van experimenten, voor zover je de voorstelling My First Suicide een experiment kan noemen. Daar heb je de muziek voor gemaakt. Hoe was dat? Ja, heel tof. Ik heb nog niet heel veel gecomponeerd voor derden, zeg maar. En dit was echt te gek, maar we werkten dus met Sarah Moeremans, de regisseuse. En zij heeft een hele scherpe visie en hele goede ideeën. Het was een hele leuke samenwerking en het is een hele toffe voorstelling geworden. Ja, wat voor voorstelling is het in twee zinnen? Twee zinnen? Oh, een bewerking op een oud stuk. Het heet De Zelfmoordenaar. Het is... Oh joh, dat kan ik niet in twee zinnen uitleggen hoor. Het gaat over een man die wil zelfmoord plegen omdat de leverworst op is. En vervolgens zijn er allemaal mensen die eigenlijk zeggen van... Nou, als je dan toch zelfmoord gaat plegen, doe het dan voor de intellectuelen, want die hebben het heel zwaar. En zegt iemand anders, nee, doe het voor de kunsten, want die hebben het heel zwaar. En dan gaat iedereen wil zijn zelfmoord dan hebben. Kortom, we moeten er gewoon naartoe. My First Suicide met de muziek van Evie de Visser. Er komen meer voorstellingen aan, geloof ik hè. En zometeen ook meer van Evie de Visser en Virus. Hey, mama.
wonders of the world, what's wrong? You're looking at the mirror, say you're not feeling strong. We hebben de opera gehad, we hebben pop gehad, we hebben singer-songwriter gehad. We gaan nu even naar de reggae. Yeah. Ja man. Ras motivated, hè? Ja, dat ben ik. Dat ben jij. Ik kan wel zeggen, een van de grootste reggae-talenten uit Rotterdam, toch? Ik zou me gecomplimenteerd voelen, ja. Dat zou heel goed zijn. Ja, je wil het dus zelf niet zeggen, dan zeg ik het. Een van de grootste talenten van Rotterdam. Dank je wel. Een van de grootste talenten van Rotterdam. Yes. Kijk, en daar sta ik natuurlijk niet alleen in, want je bent natuurlijk niet zomaar muziekambassadeur van Rotterdam geworden en winnaar van de Music Matters Award. Yes, dat ben ik. En wat betekent dat, die Music Matters Award? Het heeft veel voor me betekend. Ik heb een groot prijzenbedrag aan mogen winnen, waarmee ik dat in mijn muzikale carrière mag steken, mijn muzikale ontwikkeling. En tot nu toe heeft het heel erg geholpen en ik wil naar de top, dus geld is zeker nodig in deze wereld. We zitten midden in de Voice of Virus, want de stem is een belangrijk instrument. Welk facet van de stem is het belangrijkst in de reggae? Als je aan iemand van 13 zou moeten uitleggen, jij wil reggae zingen, waar moet hij dan op letten? Ik denk dat je dan niet naar de facet van de stem moet kijken, maar naar de facet van het hart. Reggae komt uit het hart en als je dat niet hebt, dan kan je het niet maken. Prima, dan hebben we dat gehad. In het hart zit het allemaal goed en dan? Als het uit het hart komt, komt alles vanzelf. Voor mezelf heb ik ook geen zangopleidingen gehad. En het komt vanuit het hart. En tot nu toe heb ik een paar hele mooie grote venues mogen pakken. Dus. Oké, maar goed, ik hoorde net een stukje van jouw muziek en dan voel ik het wel, weet je wel. Maar toch heb ik niet het idee, en ik ga het ook niet proberen, dat ik reggae zou kunnen zingen. Wie weet. Prima. Alles is mogelijk in muziek, toch? Ja. Maar eerst ga jij even flink voor de bijl. We gaan even luisteren naar een klassiek stuk dat jij hebt bewerkt tot een reggae-nummer. Greensleeves. Yes. En wat dacht je toen je dit voor het eerst hoorde? Daar hoor ik wel reggae in. Ik luister niet veel klassieke muziek, maar ik heb deze track toevallig, de instrumenten, de begeleiding alleen, heb ik op mijn telefoon staan. En die luister ik dan af en toe. En dan, als ik dat luister, dan krijg ik diepe gevoelens en dan krijg ik hele diepe topics ook in mijn hoofd. En dan wil ik graag daarover schrijven. En dat heb ik eigenlijk dit keer mogen doen. Ik heb de kans gekregen om het te kunnen doen voor een publiek. Ik vind het ontzettend dapper dat je die uitdaging bent aangegaan om van Greensleeves een reggae-uitvoering te maken. Dat vraagt natuurlijk wel iets van ons als luisteraars. Hè. Wij moeten denk ik lekker in die muziek gaan liggen. Hè? Just feel the music. Ja, precies, dat is in de muziek liggen, een beetje reggae. Een beetje relaxed, een beetje cool, man. Ja, toch? Zet hem op. Dank je wel. Yeah. Yeah, yeah, yeah. No, 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 dear. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yeah. One foot deep under the ground, gray sky is stumbling down, land staying still, earth moving on. And after time, it's getting strong. Surviving worldwide wars, endless scars in its heart. Knowing that this world is full of obstacles, still it's ever holding firm and pops its roots. This seed is strong. I say, knowing that this world is full of obstacles, still it's ever holding firm and it pops its roots. This seed is determined to grow. A little seed, it has grown. A little seed, oh so strong. A little seed, it has grown to a bigger tree, so strong. Why, our ass motivating again? Why, reggae style, we say. Ha. I owe me tell them, say, one foot deep
Under the ground I see gray sky tears them tumbling down and the land is staying still. The earth is moving on and after time this seed is getting stronger. Surviving worldwide earth, endless scars in its heart. Endless scars in its heart. So I said, little seed, getting stronger now. Every day and I see that this little seed, it's growing taller now, I see that this little seed, it's growing stronger now, and I see, oh I see, oh I see, this little seed is me. Dank jullie wel. Ras motiveert met Voerlan Velter op bas en Orfeo Pinas op piano. De Wereldwens. Column. De vaste Wereldband column. De Wereldband geeft hun kijk op het nieuws van de afgelopen week. Bringing you live from our studio in Rotterdam. This is The Voice of Virus. And here's our first contestant. Give her a warm welcome. Please step to the front and start singing. La. Isn't she incredible, people? She's the best she can really sing. De Wereldwens. Column. Dat was De Wereldwens. Dank jullie wel, jongens. Virus ontdekt. Iedere week in Virus aandacht voor een nieuw talent van het Kodaarts Conservatorium. En ze staan hier naast me. Ja, ik heb lang getwijfeld of ik je achternaam ging uitproberen, maar ik ga het toch maar niet doen. Wil je het zelf doen? Anna Majszak. Anna Majszak. Ja, zo moeilijk kan het dan niet zijn. Nee, toch? Als iemand het maar goed voordoet, hè? Precies. Ja, en jij bent dan? Vincent Spoeltman. Dat wist ik wel, maar ik denk gelijke monniken, gelijke kappen. Jullie gaan iets voor ons zingen uit een stuk waar we vanavond al wat over uit hebben gehoord, hè? Ja, klopt. Uit Don Giovanni. Ja, dat klopt. Ja. En Don Giovanni, dat gaat natuurlijk over liefde. Nou ja, of het altijd echte liefde is maar de vraag. Maar dat is tussen jullie wel, hè? Want jullie kennen elkaar van het kinderkoor, heb ik begrepen. Dat klopt, we kennen elkaar al heel erg lang. En ja, we zijn nog niet zo heel erg lang samen, maar op het conservatorium zijn we bij elkaar gekomen. Hoe sloeg die vonk over, Don Giovanni? Don Juan, ja, dat ben ik dan, hè. Die vonk die sloeg heel geleidelijk over, kun je zeggen. Ja, omdat we elkaar al zo lang kenden. Maar uiteindelijk was het een goede vonk, dus dat is het belangrijkste natuurlijk. Ja, nu zitten we in het deel wat jullie gaan uitvoeren bij een scène op een bruiloft, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Dat is mijn bruiloft. En op die bruiloft komt dus Don Giovanni voorbij. Maar hij is niet de bruidegom. Maar hij is wel een ontzettend charmante man met een heel goed praatje. En hij weet mij dus eigenlijk bijna te versieren. Dat is een leuk rollenspel om je de relatie spannend te houden. Ja, dat, ja, dat is het inderdaad. Ja, je vraagt aan je vriendin van, joh, doe even een getrouwde vrouw na en dan ga ik jou veroveren en dan ben je weer een avondzoet. Ah, gelukkig is die in het echt wel wat braver. Dus, Nou, is dat zo? Soms. Soms. Nou goed, gaan jullie straks maar even praten. Eerst even luisteren naar het stuk. Hoe heet het? Het heet Lacci Darem La Mano. Geef me je hand. We gaan luisteren naar het talent van Kodaarts Conservatorium. Lacci Darem La Mano. Ma
mangerò tua sorte. Presto, non son più forte, non son più forte, non son più forte. Vieni, vieni, là ci darem la mano. Vorrei e non vorrei. Là mi dirai di sì. Tremo un poco il cuore. Partiam bel mio da qui. No, può burlarmi ancora. Vieni, mio bene. Mi fa pietà, ma se io congiurò tua sorte. Non son più forte, non son più forte, non son più forte. Overgave, overspel plegen met je eigen vriend. Ja, dat is makkelijk, hè? Ja, moet toch mooi zijn. Anna Marjak. Marjak. Ah, verdorie. Vincent Spoeltman en niet te vergeten Jan-Willem Paschier op piano. De virus vuurdoop. Pearl Josephson, je hebt al veel talent en ongekend talent en miskend talent meegemaakt in je carrière als coach, denk ik. Ik heb veel gezien, ja. Ja, veel gezien en gehoord. We hoeven jou niks meer te vertellen. Maar onze lieve Ruud, die zo vol overgave het is een nachtzong net. Gaat hij het redden? Wat zeg je? Of hij het gaat redden? Ja, hij gaat het zeker redden. Ik zie het wel zitten. Ik heb een beetje toonladders met hem gedaan. En in het begin had hij wel een beetje moeite met de noot overnemen van de piano. En op een gegeven moment snapte hij het. Snapte hij hoe het ging, dat hij dan de piano precies moet volgen. En nou, volgens mij zit het er wel in, hoor, bij hem. Hij gaat lekker door in zijn eentje. Zullen we even luisteren? Ik ben benieuwd. We kunnen nu natuurlijk ook even aan de bar gaan zitten. Dan komt het ook nog goed met die lege fles wijn. Ja, daar gaat het liedje over. Oh ja? Ja. Maar hij gaat zo meteen een solo doen in de Cancan. Heeft hij al een liedje gekozen? Wordt het Herders een Nacht of houdt hij het nog even geheim? Dat weet ik niet. Daar moeten we zo even naar kijken. Dus je bent nu nog even met die toonladders bezig en straks komt echt een liedje aan bod. Ja, klopt. Je hebt niet zo heel lang meer, hè? Nee, weet ik, maar het komt goed hoor. Nou, zet hem op. Doe ik. Straks gaan we luisteren naar het resultaat. Je kijkt en luistert naar Virus via Cultura24 TV Rijnmond of live via internetradio4.nl/virus. Like ons op Facebook. Doe het wel alleen als je ons leuk vindt, want we houden alleen van echte vrienden natuurlijk. Het is vandaag The Voice of Virus. We hebben mensen uit verschillende disciplines gevraagd om hun horizon te verbreden. Eefje de Visser is de uitdaging aangegaan om toch een soort van klassieke bewerking te maken op haar eigen nummers. Je bent nu ook bezig met nieuw werk, hè, heb ik begrepen? Ik ben altijd wel aan het schrijven, ja. Voor een tournee? Nou, dat zijn twee dingen. Ik ga in oktober, november, december inderdaad een theatertour doen. En daar ga ik ook al wat nieuwe liedjes spelen. En ondertussen ben ik gewoon aan het schrijven voor een tweede album. Oké, maar die theatertour is al helemaal klaar dus? Nee, nog lang niet. Nee. Nee, daar moet ik nog aan beginnen. Jemig, maar het is, wat is het eigenlijk? Juni bijna. Ja, dus we hebben nog een paar maanden. Maar dat gaan we wel helemaal groots aanpakken met decor. Met de regisseur gaan we werken. En het blijft wel heel erg een muzikaal concert. Het wordt geen theater verder. Maar toch wel willen we veel extra's gaan doen. Ja. Nu heb je net even mogen proeven aan het spelen met een klassiek kwartet. Smaakt het naar meer, denk je? Ga je dat verwerken in je theater?
In theater nog niet, maar ik hoop wel bij mijn nieuwe album. En ik wilde ook nog even zeggen trouwens, het strijkkwartet heet de Red Limo Quartet. En die zijn onder andere ook bekend van Kite Man en nog veel meer andere dingen. La Boutique Fantastique natuurlijk, hè? Daar hebben ze hier ook mee gespeeld. Je hebt een bewerking gemaakt, zei ik al, hè? Samen met iemand anders geloof ik. Ja, met Jelte Heringa, dat is mijn toetsenist en hij is arrangeur, inderdaad. Ja. Op bestaande nummers. We hebben net geluisterd naar een nummer van je. Waar gaan we nu naar luisteren? Dit liedje heet Dat Kan. Dat kan, en dat is melancholisch. Het is een beetje licht melancholisch, ja. Waar gaat het over? Het is een liedje over Utrecht eigenlijk. Ik heb het geschreven voor Festival aan de Werf, cultureel festival. En over de stad. En ik had het gaat eigenlijk over de stad waarin ik woon. Ik denk dat heel veel mensen wel zo'nzelfde soort gevoel hebben bij hun eigen stad. Dat is leuk. Gaan we in Rotterdam luisteren naar een klassieke bewerking van een liedje over Utrecht. Eefje de Visser. Omdat het lente is, dat iedereen naar buiten wil lopen en fietsen en liggen en lezen, dat kan. Maar ik wil graag een tent bouwen, omdat het lente is. In deze stad, omdat we hier de weg weten en de winkels en de cafés. De oude straten lichten zacht en gloeien op. Vanavond iedereen. Buiten kleuren bomen. Dat hij ook verbreekt en omgebouwd wordt. En ik bouw ook om. Hoog worden de nieuwe delen, maar laag en klein was het hier. Voordat, hiervoor. Omdat het lente is. En iedereen weet dat we een beetje jong willen blijven. Een beetje ouder willen lijken. Dat kan. Eefje de Visser, Jacob van der Water op gitaar en het Red Limo String Quartet. Dat bestaat uit Sietse van Gorkum en Camilla van der Kooi op viool. Rani Kumar op altviool en Jonas Pap op cello. Dice mai, come le barbaro dov'è, che
Astrid Stokman, Niels Verheest, Wietse Bils, Opera Buffa. En de hapjes gaan hier lekker rond, maar zo gaat het ook bij Opera Buffa. Ik vroeg me even af, hè? Als je ruzie hebt, ja. Zing je dan liever of schreeuw je dan liever? Zingen. Ja, dat gaat harder, hè? Ook veel gezonder voor de stem. Maar even nou ja, een salvootje. Doe even normaal, man. Dat is namelijk in Nederland heel populair, die uitdrukking. Wat moet ik doen? Ja, doe even normaal, man. Maar dan stel je voor dat je ruzie maakt en zingt. Doe even normaal, man! Doe zelf normaal. Schurk! Dat doen ze... dat komt ook in onze voorstelling trouwens. Vloeken en schelden op muziek. Dus daarvoor kan je er ook naartoe gaan. Oh, leuk. Nou ja, daar kunnen ze bij ons heel veel van leren. Hè? Vooral in het parlement in Nederland. Ik weet niet of je dat een beetje volgt. Misschien ook beter van niet ook. Waarom gaan die hapjes eigenlijk rond tijdens de voorstelling? Wel omdat onze voorstelling eigenlijk een culinaire belevenis is ook. Naast de muzikale en theatrale belevenis. Dus het publiek krijgt ook echt de spijzen en het eten uit de keuken van Don Giovanni voorgeschoteld. Gedurende het hele stuk eigenlijk. Dus die Don Giovanni is lekker aan het flirten en aan het vozen met de serveerders. En ondertussen is er wel tijd om nog wat te bereiden. Ja, dus in de keuken tussen de soep en de patatten, zoals wij zeggen, gebeurt daar van alles wat niet het daglicht eigenlijk niet mag zien. Tussen de soep en de patatten gebeurt van alles wat het daglicht niet kan zien. Nou, als je dat op het affiche zet, dan weet ik zeker dat je iedere avond uitverkocht bent. Nou ja, hopelijk hè. Zometeen horen we jullie nog eventjes terug tijdens de eindclash, de cancan. Wil je nou meer informatie hebben over de acts die je vanavond ziet en hoort, dan verwijs ik je graag naar onze website radio4.nl/virus. Dr. Classic. Ja, het is eigenlijk te weinig over bekend, maar het helpt echt. Er zijn wel eens van die problemen die moet je oplossen met muziek. Leidt u aan doofheid? Of heeft u last van een piepje in uw oor? Deze periode, die valt onder de zogenaamde festivalperiode, is voor veel mensen een aanslag op het gehoor. Zuizende trommelvliezen, tijdelijke uitvalsverschijnselen en gehoorbeschadigingen zijn een paar van de klachten die ik de laatste tijd regelmatig op mijn spreekuur hoor. Er is echter een prima middel tegen. Appassionata van Ludwig van Beethoven. Om precies te zijn, de sonate nummer 23, opus 57. Beethoven was ervaringsdeskundige op het gebied van geluid en gehoor. Zijn stukken zijn zelfs voor de meest hardhorende patiënten medicinaal. Luister naar het derde deel van Appassionata. Elke dag, 5 minuten vlak na de maaltijd. En binnen een paar dagen hoort u zelfs de allerzachtste scheetjes. Wordt vergoed ook dit, hè, Dr. Classic. Het is namelijk helemaal gratis. Je hebt er al voor betaald via de bijdrage van de Belastingdienst. Mocht je nou ook een kwaal hebben als je voeten ruiken en je neus loopt, ingegroeide teennagels en je zoekt naar een muzikale oplossing, bezoek ons dan op Facebook en dan kun je daar je klacht invullen. En misschien hoor je Dr. Classic dan jouw probleem behandelen in dit programma. Virus kent hoogte- en dieptepunten. Ik denk dat we het volgende misschien nog eventjes in het midden moeten laten. Het is gewoon eventjes wat anders. Paul is de naam, heb ik begrepen, hè? Paul is de naam, ja. Van Tractor. Van Tractor, juist. Ja, tractoren moeten rachen natuurlijk. Een beetje wel, anders ploegt het niet. Nee, precies. Nee. En dat moet ook een beetje schuren natuurlijk. Geen aardappels. Nee. Zeg, de muziekstijl waar we net naar hebben geluisterd, waar kunnen we dat onder scharen? Wij noemen het gewoon metal, ja. Metal, death metal, whatever, man. Ja, doof word je er wel van. Ja, een beetje wel. Maar dat bedoelen ze er niet mee, hè? Mooie oordoppen. Ja, ik had hem even wat harder gezet, hè? Oké. Het is toch even om je wakker te maken. En nu is het wel zo dat je natuurlijk in een klassiek programma bent uitgenodigd. En dat we je hebben gevraagd om een klassiek stuk te bewerken naar death metal. Klopt, ja. Funny, ja, zeker. Is het een grote uitdaging voor je?
Of was het een cookie? Nou, cookie was het zeker niet. Nee. Laat ik het zo stellen, wij moesten echt even omschakelen, weet je wel. En we moesten er gewoon iets van maken waarvan we dachten, van, nou, dat is een beetje tractorstijl, maar ook een beetje dat Carmen komt erin terug. En dat hadden we op zich wel vrij snel voor de bakker, maar we moesten het nog wel met z'n viertjes doen en een beetje passie in krijgen. En we hopen dat het gelukt is, we gaan spelen. We gaan eerst even luisteren naar het stuk dat jullie hebben bewerkt, want dan hebben we een soort voor- en na-situatie. Ik ga even terug naar onze operaster van vanavond. Hoe zei je dat ook alweer? Want je hebt van die mooie uitspraken die allemaal op een tegeltje passen. Het komt allemaal uit hetzelfde buisje. Ja, in principe wel, ja. Ik sta er wel versteld van. Het is ongelooflijk wat hij doet. Ja, het komt uit hetzelfde buisje, alleen daarbovenaan gebeurt iets. Ik denk dat wat hij wil, wat hij aan de klank verandert, dat er vooral in het gezicht en in de keel gebeurt, ja. En in de mond. Zal ik het even voor je checken, wat er precies gebeurt? Ik wil even weten wat er precies gebeurt. Het komt allemaal uit hetzelfde buisje. Hè. Je moet de ruimte nemen, hebben we geleerd. Doe eens even een grunt. Nou, ik ben niet al te best bestemd, ben ik eerlijk in. Ik ben een beetje verkouden. Nu maakt dat bij grunt niet zo heel... Hij hapert een beetje. Ik doe het je niet na hoor, zelfs 's ochtends vroeg niet. Nou, misschien dat Pearl Jozef. We gaan het er zo vragen. En anders wil onze leerling van vanavond vast wel een stukje proberen van Het is een nacht als grunter. We gaan eerst even luisteren naar jullie bewerking van Carmen. Carmen, yes. De Habanera uit Carmen, is het jullie een beetje bevallen, deze brug tussen klassiek en death metal? Wat, ik verstond je vraag helemaal niet, man. Sorry. Ja, je schreeuwt ook zo hard. Ja, dat klopt, ja. Het hoort erbij een beetje, hè.
Nee, is deze brug bevallen tussen klassiek en death metal? Ja, zeker voor aanleg vatbaar. Ik weet niet of we nog terug mogen komen. Jawel, ik heb niemand weg zien lopen, toch? Ja. Mensen vonden het hartstikke leuk. Yeah. Ja, dank jullie wel. Het is toch even wat anders een keertje. Genoegen. Ja, ik zou meer van meneer Bizet gaan repeteren. Van meneer Bizet, ja. We gaan er achteraan, joh. Dit was Tractor. De blaastest. De blaastest. Dit is een alpenhoorn. Ja, het is vandaag echt een veelkleurige deken, dit programma. Van de death metal naar de Alpen. Wie heeft er nog een beetje lucht over? Ja, ik zie iemand die een beetje lucht over heeft. Kom naar voren, zou ik zeggen. Wie ben je? Ik ben Koen. En waarom ben je hier, Koen? Eigenlijk wel een beetje voor de blaastest. Nou, kom mee naar voren, zou ik zeggen. Koen. Koen gaat het doen vanavond. Zo. Koen, dit is een alpenhoorn, maar dat had je waarschijnlijk begrepen. Ja, klopt. Dat is in principe een hele grote blokfluit. Hij lijkt er wel op, met een beetje bogen uiteinden. Ja. Ik heb eigenlijk nooit begrepen waarom ze dat ding zo lang hebben gemaakt. Ik denk dat hij dan een lagere tonen geeft. Daar zit wat in. Jij moet erop gaan blazen. In principe is het de bedoeling dat je dat zo lang mogelijk doet en dat er dan ook nog geluid uitkomt. Je mag het eerst even één keer proberen. Graag. Vind je dat goed, Koen? Graag, ja, graag. Zet hem op, Koen. Koen tuit zijn lippen, maar er komt geen geluid uit. Dat wordt niet echt een concurrerende tijd dan. Koen. 3 seconden worden lastig. Kijk, we hebben een record van 26 seconden, dat is Karel. Judith heeft er 3. Ik vind dat je toch Judith minimaal moet verslaan, Koen. Ja, op zijn minst, hè. Misschien met een enorm aanmoedigingsapplaus dat er dan geluid uitkomt. Dames en heren, dit is Koen in de blaastest. Je moet toch echt blazen, Koen? Nou, dat was niet lang. Nee, het was een enigszins gecastreerde alpenhoorn. Maar je hebt een tijd gezet. Ik denk onder de 3, toch? Ja, volgens mij is het 2,7 seconden. Daarmee kom je onder Judith te staan. Op een achtste plek. Helaas. Maar op zich vind ik het al heel dapper dat je het hebt geprobeerd. Het is moeilijker dan ik dacht. Het valt echt tegen. Ja, ik weet niet wanneer je jarig bent, Koen. Ja, een maandje. Over een maandje. Ik zou er een vragen en dan kom je volgend seizoen gewoon terug. Ja, dankjewel. Koen, bedankt. We hebben Pul Jozefsson op pad gestuurd met Ruud. Ruud Schil, die wilde graag leren zingen. Ruud, ben je nog een beetje bij stem, jongen? Ja, het gaat. We hadden je natuurlijk gevraagd om de kant te doen, maar bij nader inzien vanwege doorslaande succes zaten we toch te denken dat je het is een nacht ging grunten. Ik kan het gaan proberen, maar ik weet niet of dat voor de ruiten hier aan te raden is. Nee, maar dat is natuurlijk allemaal gekkigheid. Pul Jozefsson heeft jou proberen iets bij te brengen. Je wilde echt leren zingen, dat was een verlangen van je. Ben je er wijzer van geworden? Ja, ik ben ineens bewuster gaan. Qua ademhaling en houding en zo, dat zat allemaal fout. Nu ook nog af en toe, maar ik weet wat ik wel moet doen en wat ik fout doe dus. Oké, we willen eerst even kijken naar de foute Ruud. Dit is de foute Ruud. Zie je? Een beetje verkrampt. En nu de goede Ruud. Een beetje rustig los gaan staan en als je inademt moet je buik groeien. Dat kan bij mij wel, dus. Ja. Nou zeg, dat valt toch ook wel mee? Kijk, je valt er niet bij mij hoor, Ruud. Ruud, wat ga je zo meteen doen in de Cancan voor solo? Of hou je het even spannend? Ja, nee, ik hou het wel spannend, maar het is wel gerelateerd aan dat daar. Het is gerelateerd aan dit hier? Nou ja, dat scherm erachter, zeg maar. Dat scherm waar mensen op twitteren? Ja. Oké, hashtag muziekvirus. Stel jezelf op tussen de muzikanten die zometeen de cancan gaan doen. Ja, je mag in principe staan waar je wil. Dat laten we aan jou over. Dan ga ik jullie thuis vertellen dat je alle uitzendingen van dit programma kan naluisteren via radio4.nl/virus. Je kan ze ook terugkijken via de website. Natuurlijk via Cultura24 en TV Rijnmond. Volgende week is de laatste virus van seizoen 3. Wat natuurlijk heel erg jammer is, maar na de zomer komen we gewoon terug. Volgende week presenteert Hans Smit. Dan zijn onder andere te gast Frisco en het Matangi Quartet. Heel veel muzikale verrassingen en samenwerkingen. En iedereen die komt krijgt een cocktail. Dat is bij deze beloofd. Dus zorg dat je er volgende week bij bent in de Rotterdamse Schouwburg. Wij gaan luisteren naar de eindclash. De cancan door alle artiesten die je vanavond hebt gezien en hebt gehoord in Virus. Thank you.
Dit was Virus. Bedankt voor jullie komst naar de Rotterdamse Schouwburg. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Volgende week de laatste van dit seizoen. Tot dan, dag! Of the world, what's wrong? You're looking at the mirror, say you're not feeling strong. Because of all the man, the way you're disrespect, the woman rasta, come and give a big crisp.